Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB, werkt aan het inlopen van achterstanden op grondaanvragen. Minister Dino Te Forsewijk zei eerder deze week, voor aanvang van de Raad van Ministers, dat er via organisaties veel verzoeken binnenkomen voor een stuk grond. Ja, ga ik gewoon door met onze reguliere werk. Ik zal proberen om heel veel achterstanden die we nog hebben af te handelen. Wat we nu hebben gedaan zijn de toewijzingen die zo lang daar liggen. Mensen krijgen bereidsverklaringen aan, vader naar wachten. Dus we hebben dan een soort pilotproject nu gezegd van oké, tot eind augustus moeten we alle toewijzingen die daar liggen dan afhandelen. En zo gaan we dan verder. Volgens de minister kan er in verband met de verkiezingen geen politiek gevoerd worden met gronduitgifte. Een stuk grond krijgen is het recht van elke Surinamer. Op dit moment zou er naar zeggen van Forsewijk een achterstand in de aanvragen zijn die terugloopt naar voor 2017.